Met een ferme druk op de altijd weer aanwezige rode knop werd vanmorgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis iets in gebruik genomen. En dat iets is het? Ja, het elektronisch patiëntendossier. Dat betekent dat we 100% digitaal gaan werken in dit ziekenhuis. Wat we nog niet deden. En vanaf nu, dit moment, gaan we 100% digitaal werken. Het gaat om een patiëntendossier van het ziekenhuis zelf. Niet om het omstreden landelijke, waarvan veel mensen bang zijn dat Jan en allemaal naar in kunnen kijken. Ik denk dat in deze tijd een ziekenhuisorganisatie gewoon helemaal digitaal moet zijn. Dus de landelijke discussie heeft er op zich niet zoveel mee te maken. Die komt misschien nog wel erbij, maar ik wil het niet te moeilijk maken. Dit gaat nu alleen maar over het Albert Schweitzer ziekenhuis. En hier gaan we nu helemaal digitaal werken met en voor onze patiënten. Het EPD komt beschikbaar op alle locaties van het ziekenhuis. Overal. Op de OK, op de hartbewaking, op de intensive care. Overal is alles digitaal beschikbaar. Digitaliseren brengt in de meeste gevallen verlies van arbeidsplaatsen met zich mee. Zo ook in het Albert Schweitzer. We hadden vorig jaar de gedachte dat het heel veel arbeidsplaatsen zou schelen. Daar hebben we een beetje op geanticipeerd. En uiteindelijk ben ik heel blij mee. Het heeft heel veel onzekerheid gekost voor een hoop mensen. Maar gaat het maar om een handvol mensen die gedwongen weg moeten uit dit ziekenhuis. Ondanks het verlies aan arbeidsplaatsen zou het personeel toch blij zijn dat het systeem nu operationeel wordt. Het personeel is heel blij. Is heel blij omdat een project afgerond is, dat we er digitaal mee gaan werken. En iedereen zei van, we gaan nu aan de slag. Beetje de mooie Dordtse mentaliteit. We gaan gewoon lekker werken. En ik ga het rekken tot precies 12 uur. Nee hoor, dat ga ik niet doen.